Oh my god, hier ben ik zo blij. Oh my god, oh my god, oh my god. Exclusieve highlighters palet die alleen in deze box zal komen. Spannend, spannend, spannend. Hallo jongens en welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag is het tijd voor een super mega leuke unboxing. Tenminste, ik ga ervan uit. Ik kan niet eens niet vertellen hoe nieuwsgierig ik ben naar deze video. Ik kan gewoon niet meer wachten. Dit hier, dit pakketje hier, heeft mij ten eerste best wel veel geld gekost. Ten tweede heb ik hem echt al best wel lang in huis, maar steeds had ik geen moment om deze video op te nemen. Maar vandaag is het zover. Ik heb hier de mystery box van Jeffree Star Cosmetics. Deze heb ik letterlijk in november al besteld. Ergens halverwege december kwam het binnen. En hier zijn we dan. Vandaag ga ik het eindelijk openmaken. Oh my god. Dus ben je net als ik super benieuwd naar wat erin zit? Blijf dan gezellig even kijken. Doe je duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal als je hier nieuw bent. En laten we snel gaan beginnen. Oké, als allereerste ga ik even vertellen hoe lastig het was om dit überhaupt te winnen, wou ik zeggen. Te kopen, winnen, mocht ik willen. Winnen, mocht ik willen. Mooi. Ik zat met zenuwen, een bezweet voorhoofd, dit proberen te kopen. Het was best lastig. Ik was letterlijk nog voordat het officieel gelanceerd werd, stond ik al in de rij om af te rekenen. Het was heftig. Het was zenuwslopend. Oké. Dan kost dit $100 of zo. Met verzending erbij was het iets van 120. En ik had meer dan €30 invoerkosten. Dus, dit was vrij prijzig. Laat ik het zo zeggen. Maar goed, ik hoop echt dat dit gewoon het geld helemaal waard is. Ik heb geen idee. Ik weet niet uit mijn hoofd wat die dingen allemaal kosten van Jeffree Star Cosmetics. Oké, dit is het moment. Dit is het moment. Yay. Yay. Oké. Plakband is los. Oh. Wacht. Oh my god. Oké, jongens. Daar gaan we. Daar gaan we. Daar gaan we. En ik zie als eerste dit. Dit is dus een hoodie. Want ik heb trouwens de duurste box. Het was de deluxe. Want je hebt een kleine, een medium en de deluxe. En dit is deluxe. En volgens mij hebben ze beloofd dat er inderdaad iets van merchandise in zou zitten. Dat is deze hoodie natuurlijk. En er zou ook een exclusief paletje hierin zitten. En ik geloof nog iets. Weet ik niet. Ik weet trouwens ook niet eens meer hoeveel items er in totaal zijn. Ik ben zo niet voorbereid. Dat was ik toen wel bij het kopen. Maar dat komt omdat het zo lang geleden is. Oké, dus we hebben hier als allereerste een hoodie. En die ga ik er snel uithalen en naar de rest niet kijken. Want ik wil dit even gewoon goed bekijken. Je kon bij de deluxe box echt je maat aangeven. Dus ik heb voor maat S gekozen. Oh my god. Gewoon echte merchandise van Jeffree Star. Ik ben zo benieuwd. Oh, het is gewoon mega simpel. Hier staat gewoon Jeffree Star Cosmetics. En wat staat er nou nog meer? Premium Cosmetics Company 5-year anniversary Calabasas. Nou jongens, dit is hartstikke. Oh, is dat van zijn 5-jarige jubileum? Ik geloof dat hij inderdaad een soort limited edition merchandise had uitgebracht. Zou dit daar een piece van zijn? Weet ik niet. Maar jongens, deze hoodie voelt... Oh wow! Ik zie net de mouwen. Oh geweldig. Ik ben wel blij dat het paars is. Roze had ik ook wel leuk gevonden. Maar dat vind ik gewoon leuke kleuren. Is de andere mouw ook zo? Oh my god, dat vind ik zo leuk. Oh, dit wordt echt mijn ultieme chill trui gewoon. Echt, echt heel erg leuk. Het voelt mega goed, mega stevig. Ik heb hier ook een zak. Dan hebben we hier de rest. Oké, het is ook echt... Ik zit ook echt naar mijn schermpje te kijken van wat zie ik nou eigenlijk allemaal. Maar wacht, ik ga eens even goed kijken. Oké, we hebben hier een aantal ingepakte dingen. Oh my god, hier ben ik zo blij. Oh my god, oh my god, oh my god. Ik was zo excited. Als eerste hebben we hier papier. Zit niks in. Dan gaan we door naar dit. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik denk niet dat dit dat ene mega uber limited edition paletje is. Wat alleen in deze box zit. Maar dit zal waarschijnlijk een oogschaduw paletje zijn.
Oh my god, ik doe zo overdreven. Maar goed, daar gaan we. 1, 2, 3. We gaan er gewoon voor. Oh, deze heb ik nog niet. Oh, daar ben ik echt blij mee. Dit is de Thirsty Palette. Ik moet wel eerlijk zeggen, dit was niet het paletje wat ik zou kopen. Maar nu ik het heb, ben ik heel erg blij. Want er zitten best wel felle blauwe kleurtjes in. Ik heb dan wel de Blue Blood, wat ik echt nooit gebruik trouwens. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om te hebben. En ik heb precies hetzelfde met dit paletje. Het zou niet echt een paletje zijn die ik zou kopen, uitzoeken en kopen. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. Het is natuurlijk een mystery box. Je weet niet wat je krijgt. Anders kan je beter gewoon je items zo uitzoeken en dan kopen, snap je? Oké, we hebben hier dus het paletje. En zo ziet het eruit. Wacht, dat plasticje gaat eruit vallen. Alright. Oh. Oh, nu ik hem zo zie, denk ik echt, oh. Oké. Er zijn hier een aantal kleuren die ik niet zou gebruiken. Maar eigenlijk zijn het maar 2 kleuren die ik niet zou gebruiken. De rest ga ik sowieso gebruiken. En dat gele kleur wat hierin zit, die heeft me altijd afgeschrikt. Maar ik zie tegenwoordig dames met gele oogschaduw in hun ooghoeken. En dat vind ik zo mooi dat ik hetzelfde wil, maar ik heb geen geel in mijn collectie. En nu wel. Dus die ga ik zeker weten gebruiken. Oh my god, het is gewoon zo mooi. Ik vind zeg maar zijn paletjes, vind ik echt een kunstwerkje om naar te kijken. En dit is hoe het paletje eruit ziet. Ja, het is toch echt een kunstwerk om naar te kijken. Ik vind het echt heel erg mooi. En nu kijk ik er ook naar en denk ik, ja, waarom heeft dit paletje mij afgeschrokken? Dat is echt puur en alleen om deze 2 kleuren. Want dat zijn kleuren die ik niet zou gebruiken. Maar voor de rest kan ik echt niet wachten. Ik kan niet wachten om het te gebruiken. Ik ben zo excited. Ik ben heel erg benieuwd. Oh ja. Oh my god. Hier ben ik zo blij mee. Ik heb een rietje. En het is helemaal in de kerstige sferen. Zoals je kan zien, hij is met rood en wit. En het heeft echt zo'n soort candy cane-achtig patroontje. Maar ik moet zeggen, ik heb nog geen enkel metalen rietje in mijn stash. Maar ik wilde dus ook al heel graag een aantal van Jeffree Star. Maar nu kan ik het ook echt uitproberen en kijken hoe dat is. Kijk, je krijgt er een schoonmaakborsteltje bij. Dat is wel iets zeg maar, wat ik spannend vind aan de metalen rietjes. Dat is de reden waarom ik liever papieren rietjes gebruik. Maar papieren rietjes zijn ook niet zo handig, want ze gaan zo frummelen op een gegeven moment. Nou ja, je snapt wel wat ik bedoel. Maar ik weet gewoon niet hoe ik het schoon moet houden. En op deze manier is het natuurlijk een stukje makkelijker. Alright, wij gaan naar de volgende. En ik heb hier de Supreme Frost. En ik zie natuurlijk al welke kleur het is. En het is groen. Dat vind ik heel erg stiekem een heel klein beetje jammer. Maar ja, dat had ik kunnen zien aankomen. Ik heb nog geen enkele highlighter van Jeffree Star in mijn collectie. Dus dit is ook meteen de eerste. En dit is hoe die eruit ziet. Het past wel goed bij mijn truitje nu. Ik heb ook groen aan. Maar dit was wel heel mooi geweest met Halloween, bedenk ik me nu. Want ik was een groene heks. En dit was wel mooi geweest. Maar goed, ik ga hem nog niet aanraken. Misschien dat ik iemand vind die hier blijer mee is dan ik. Maar voor nu laat ik hem zo. Hij is ook wel echt bijzonder. Want als ik er zo naar kijk, dan lijkt hij een beetje rood en dan groen. Het is een hele bijzondere. Dames die dit hebben, laat me weten hoe jullie het gebruiken. Want ik weet nu nog even niet hoe ik het kan gebruiken. Oké, dan hebben we hier nog 2 lipsticks. Ik ben echt benieuwd welke kleuren dit zijn. Ik heb het nog niet gezien. Oeh, spannend! En dan hebben we hier uiteraard het paletje waar het allemaal om draait. Dat was zijn exclusieve highlighters palet die alleen in deze box zou komen. En dan hebben we hier ook nog stickers. En er was echt ontzettend veel drama rondom deze stickers. Ik denk, ja, een heel klein beetje overdreven. Maar ergens snapte ik het ook wel weer. Oh mijn god, dus eigenlijk wel heel grappig om op de laptop te plakken. Misschien dat ik dat wel doe. Maar goed, ik ga als eerste deze openmaken. Spannend, spannend, spannend. Oh my god. Oh, de Peppermint Frost. Oh, die verpakkingen zijn ook altijd zo, zo, zo mooi. Ik ben zo excited.
Oh my god. En deze heeft ook echt zo'n soort candy cane thema. Net als dat rietje. Lijkt er een beetje op. Oké, dit is het moment. Dit is het moment. Oeh. Oh, is wel echt heel erg cute. Oh ja, dat was het inderdaad. Want volgens mij wist niemand hoe het van de binnenkant eruit zou zien. En ik vind hem echt heel erg mooi vormgegeven. En dit zijn ook echt mooie kleuren. Niet blauw en rood en groen, weet je wel. Maar ik zal het even laten zien. Dit zijn ze. Ik vind de binnenkant echt heel erg mooi eruit zien. Hier ben ik zeer zeker blij mee. Ik zal even alle drie de kleuren swatchen. Nou, je ziet het helemaal niet. Dit zijn de kleuren. Ik probeer het echt een soort van goed te laten zien, maar het lukt niet echt. Waar ik echt blij mee ben, is dat alle drie de kleuren heel erg goed draagbaar zijn. En ik moet zeggen, dit paletje voelde al meteen best wel licht. Lichter dan dat ik me had voorgesteld, sowieso met producten van Jeffree Star. Maar hier zit natuurlijk geen spiegel in. En ik denk dat die ook daarom wat lichter is. Maar hier ben ik echt blij mee. Oh my god, hij is zo mooi! Nou, ik heb hem al een beetje lelijk gemaakt, maar ja. Whatever. Oké, en dan heb ik nog twee lipsticks. Ik ben echt gek op de liquid lipsticks van Jeffree Star. Ik hoop zo dat dit mooie kleuren zijn. Daar gaan we. Oh, ik zie al meteen iets groenigs. Dat is wel jammer. Oh, hè? Waarom lijkt het nou zo groen? Hier lijkt hij echt groen, maar het is de gouden. Oh, ik ben echt verliefd op gouden dingen. Dus ik ben wel echt blij. Ik weet niet of ik het echt op mijn lippen zou gaan gebruiken. De lipsticks kan je natuurlijk ook gewoon gebruiken voor je ogen. En dit zou natuurlijk echt prachtig zijn. Of als een soort topper op de lippen. Oh, hier ben ik wel blij mee, want ik hou echt van goud. Oké, next one. Oeh. Dit is een pretty color. Het is wel echt super uber licht. Normaal gesproken zou ik absoluut voor een donkerdere kleur gaan, maar hey. Oh, oeh. Ik denk dat de lipcombinatie van deze twee ook echt heel erg mooi zou zijn. Misschien is het wel vergelijkbaar met de kleur die ik nu op heb trouwens. Dit zijn ze dus. En dit zijn de swatches. Dus het valt wel mee hoe licht de kleur is. Het is wel echt super Barbie pink. Maar ik denk dat het met mijn blonde haren nu al helemaal best wel leuk zou kunnen staan. Ik ben zo blij dat ik het eindelijk heb opengemaakt. En eigenlijk het enige waar ik minder blij mee ben is de groene highlighter. Dat is echt omdat ik gewoon niet weet wat ik ermee moet. Voor de rest kan ik alles gebruiken. En ben ik met alles best wel blij. Dus ik ben ook echt heel erg blij dat ik dit besteld heb. Ik wil dat altijd al zo graag. Ik zag al die unboxings en alles van iedereen. En ik dacht, ja, ik wil het gewoon een keer meegemaakt hebben. En vandaag was het eindelijk zover. Anyways jongens, heel erg bedankt voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!